Ben je speciaal voor vanavond uit Barcelona overgekomen? Nee, we zijn gisteren teruggevlogen en toevallig nu even tijd. Voelt het al als jouw stad, Barcelona, of nog niet helemaal? Nou, toen we gisteren terug zaten in het vliegtuig was ik wel blij dat we weer lekker naar Amsterdam gingen. Mijn eigen bedje en vandaag met mijn vriendin. Maar ik denk dat we daar ons heel snel thuis gaan voelen, ja. Heb je al een huis gevonden? Ja, we hebben gisteren een huis gevonden. We hebben er nog niet officieel getekend, maar ik hoop dat het van ons wordt. Ja, hoe beleef je het allemaal? Want het moet enorm veel impact hebben op jou en op jullie ook. Het is een echt bizar jaar. Ja, het is natuurlijk heel... dit jaar is super snel gegaan. Een jaar geleden was Frank nog geblesseerd, bankspeler, alles. En het is super snel, maar omdat het... Je kunt het wel heel bewust meemaken, het gaat wel snel, maar je denkt wel elke avond even van... Poeh, was wel weer een vette dag, weet je wel. Dus supermooi. En hoe lastig is het dan voor jou dat het vooral om hem draait? Dat jij een beetje op het tweede plan komt? Oh, dat is voor mij echt totaal niet lastig. Ik ben blij dat het allemaal om hem draait. Dan hoef ik dit niet elke dag te doen, mag hij het lekker doen. Maar voor mij is het echt, vind ik beter. En dan is deze avond wel voor jou. Dat is ook wel lekker, denk ik even, dat het vanavond om jou gaat. Nou, ik ben niet zo van dat het om mij hoeft te draaien. Ik vind het leuk om hier te zijn en al die mooie meiden te zien. En mijn broertje mee te nemen, die vindt het natuurlijk hartstikke mooi. Hij is single, dus genoeg keus. Maar, ja, ga je hem koppelen? Ja, ik ga even wat uitzoeken wat mag en dan ga ik even wat regelen. Nee, maar ik vind het leuk om er te zijn en ook leuk om vanavond gewoon weer in mijn bed te liggen. Dus komt goed. Ja, wat iedereen wil weten eigenlijk is, heb je Matthijs de Ligt al overtuigd om met jullie mee te gaan naar Barcelona? Want dat klikt natuurlijk wel. Ik heb niet zoveel contact met Matthijs de Ligt, dus daarvoor moet je bij hem zijn. Via Frenkie een beetje proberen te beïnvloeden? Matthijs liet ons met de rust met de keuzes, wij laten nu Matthijs ook met de rust. Dus dat is het beste. Hoe gaat de komende week uitzien? Heb je nog vakantie of gaat het gelijk door? Nations League natuurlijk ook nog. Ze moeten zich vrijdag melden voor Nations League. En daarna is, denk, over 2 weken hebben we vakantie en dan gaan we lekker weg. Ja, en ondertussen hard Spaans leren? Of Catalaans eigenlijk, hè? Nee, we leren Spaans, maar ik was er afgelopen week, het lukte me nog niet helemaal. Maar het komt goed.